Ik ben Pieter en ik ben al 10 jaar zaalwachter hier in het Haagse Historisch Museum. En dit is het huis van een freule, ja, van Lita de Ranitz. Lita was van adel, ze was een jonkvrouw en ze woonde in een heel mooi groot huis en ze reisde altijd per koets. En ze had één grote hobby, poppenhuizen. Ze had er al een heleboel, maar nog niet genoeg. Ze wilde een droomhuis waar ze zichzelf helemaal in kon verliezen. Dus gaf ze in 1910 de opdracht aan een timmerman, ene Herman Ros, om er eentje te bouwen. Het werd een huis met 7 kamers. Goedemiddag, meneer Ros. Kom kijken. Oh, fantastisch! Een kunstwerk! Dat u dit heeft kunnen maken met die paar schetsjes die ik gemaakt heb. Ongelooflijk! Dank u. Oh, wat is het mooi. En ik wil een modern huis, dus met elektriciteit. Kan dat, meneer Ros? Elektriciteit zou kunnen, ja. Oh, fantastisch. We houden u niet langer op, meneer Ros. Dan kunt u verder aan het huis. Ja. Dank u wel. Dag, mevrouw. Dag, meneer. Dag, meneer Ros. Kom. Lita reisde stad en land af om haar nieuwe huis te vullen. Kijk daar, Marie-Auguste, dat kolige kastje. Waar? Daar. Oh, daar links. Ja. Ja, die is prachtig. Oh, fantastisch. Ja. Voor in de eetkamer. Goedemiddag, mevrouw. Mevrouw. Goedemiddag. Dat kastje daar links in de vitrine, dat zou ik graag kopen als het kan. Ja. Oh, kijk. Wat een snoezig poppetje. Oh, daar met dat blonde haar. Ja, mag ik dat eens zien? Kijkt u eens. Oh, wat mooi. Ze heeft een onnozel gezichtje, vind je niet? Het is net... Ja, het zou zo'n dienstmeisje kunnen zijn. Die nemen we ook. Lita had een dienstmeid die uit een eenvoudige gezin kwam. Voor haar was alles nieuw. Het grote huis, het zilver op tafel, de stofzuiger. Betsy! 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 Goedemorgen, spreekt u maar. Jawel, meneer Ros. Natuurlijk, meneer Ros. Het poppenhuis brengen? Hoor je dat, Marie-Auguste? Goedendag, meneer Ros. Wat een verrassing, mijn huis is klaar. Oh, mijn huis is klaar. En zo snel, veel eerder dan verwacht. Wat een prachtige dag. Betsy, we hijsen de vlag. Servies opstaan. Betsy.
freule. Ik... Betsy, heb je nou nog steeds boter aan je handen? En Betsy, hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? De snijrand naar het bord toe. Ja? Vergeet ik steeds wel de vroeger thuis nooit vork en mes. Ja, nou denk er dan voortaan aan. Ja? Draai die ook maar goed. Lieve Tines, het is hier zo deftig. Het huis, de spullen. Ik probeer een goede dienstbode te wezen. Want ik wil niet in een fabriek werken zoals Annie en Greetje. Ik heb al geleerd hoe een tafel gedekt wordt. De messen rechts, vorken links. Grote lepels voor de soep en kleine voor het dessert. De freule is aardig, maar ook streng. Als ik iets breek, moet ik het zelf betalen. Gelukkig heb ik alleen maar mijn borden en twee kannen gebroken. Ik moet er niet aan denken als ik een dure vaas breek. Of iets uit het poppenhuis van de freule. Want dat is heel kostbaar. Over. Hij stoft zacht en veeg. Ik mag er niet aankomen. Kijken mag wel. Het is net een echt huis. Het heeft zelfs elektraciteit. Nou ja, je weet wel wat ik bedoel. Dat het licht gaat branden als je de knop omdraait. En dan was er de schilder, meneer Tolen. Die het niet kon laten mee te doen aan Lita's poppenhuisgekte. Hij schilderde miniatuurschilderijtjes en schreef piepkleine briefjes. Een brief voor freule Lita. Waar dan? Hier al. Ik bedoel hier. Oh? Ja, van wie kan dat nou zijn? Het miniatuur voor het poppenhuis is af. Lita, liefje, dat poppenhuis van jou, dat wordt nog eens een museumstuk. Met al die kunststukken die je verzamelt. Nou, niet gek scheren, Marie-Auguste. Het is toch allemaal maar voor de aardigheid. En trouwens, dat schilderij is niet groter dan mijn pink. Aangename verrassing. Kijk eens wat ik voor je heb meegebracht. Is dat voor mij? Jawel. Fantastisch, maar dat had ik toch niet moeten doen? En die kleuren zo mooi. Zoals ondergang. Ze zijn voor u gekozen. Was het een droom of was het echt? U had gebeld, freule. Betsy, zeg Freek dat hij de koets optuigt. De freule en ik gaan een reisje maken. Ja. Dat ruik ik toch? O jee, freule, freule. Betsy. Oh.
Betsy toch. Oh, en Betsy, als je het koper poetst, goed wrijven, hè? Dat je zelf erin kan zien. Ja, vrijle. Oh, Betsy, als je de boenwas opwrijft, goed laten intrekken en dan wrijven tot het glanst. Ja, vrijle. Oh, en Betsy, het poppenhuis, dat stof ik zelf af als ik terugkom uit Londen. Dag, Betsy. Dag. Dag, Betsy. Lieve Tines, de vrouwle is met de boot naar Engeland en ik ben helemaal alleen in het grote huis. Overdag ben ik druk met poetsen, dan vind ik het niet eng. Maar 's nachts, dan durf ik niet te slapen. Dan ga ik uit bed en knip ik alle lichten in het huis aan. Ook die in het poppenhuis. Laatst, toen gebeurde er zoiets raars. Ik keek naar het poppenhuis en het leek alsof ik kleiner en kleiner werd. En het poppenhuis werd groter en groter. En toen, opeens, toen was ik in het poppenhuis. Je nou nog zeggen, je moet kloppen als je binnenkomt. Ja, vrouwle. Je zult wel denken, die is Kierenwiet. Maar het leek zo, zo echt. De vrouwle in het poppenhuis. Alsof ze er echt woont. Maar dat kan natuurlijk niet. Ik zie vastspoken. De vrouwle. Gelukkig komt ze over 2 dagen weer thuis. Dan ben ik niet meer zo alleen. Lita werd ouder. De tijden veranderden. In het poppenhuis bleef alles bij hetzelfde. Niemand ging er weg. Niemand werd er ouder. Niemand ging er dood. Maar buiten het poppenhuis veranderde de wereld steeds sneller. De oorlog was over. Er reden overal auto's. En dames gingen korte rokken dragen. Lita en Betsy leven allebei niet meer. En het poppenhuis is een museumstuk geworden. Soms als ik 's ochtends te vroeg op mijn werk verschijn, staan de popjes niet meer op dezelfde plaats. Meestal zijn ze maar een ietsie-pietsie verschoven. Ik hoor bezoek. Snel, ga naar de keuken. Niemand heeft de popjes ooit zien bewegen. Maar ik weet zeker dat Lita en Betsy 's nachts door het huis dwalen. Nog altijd in het jaar 1910.